Numeriek modelleren is niet alleen geschikt voor rechtlijnige bewegingen, je kunt er ook andere bewegingen mee analyseren. En daar ga ik hier een voorbeeld van geven. In dit filmpje gaan we namelijk kijken naar een zogenaamd massa-veersysteem. En ik heb hem uh, horizontaal gezet om ervoor te zorgen dat er even geen zwaartekracht op werkt. Uh, kijk ook naar het plaatje. Dus ik heb een massa die zit aan een veer. Nou, laten we even aannemen dat de massa zonder wrijving over het oppervlak kan bewegen. Uh, in, in die situatie zal er maar één kracht op die massa werken en dat is de veerkracht. Om nu goed een model te kunnen maken, is het belangrijk om eventjes voor jezelf helder te hebben hoe het zit met de plus- en de min-richting. Nou, laten we zeggen dat ik dat zo definieer: plus naar rechts en min naar links. Ja, dan weten we dat je een trilling kunt krijgen wanneer er een kracht werkt die altijd naar het midden gericht is, naar de evenwichtstand. En in mijn model uh, Noem ik de evenwichtstand x is 0. Op het moment dat die kracht ook nog eens recht evenredig is met de afstand tot de evenwichtstand, dan krijg je iets wat dan ook nog eens een harmonische trilling heet. En dan komt er een mooie sinusfunctie uit. Nou, we gaan kijken of we die situatie kunnen nabootsen in een numeriek model. En om dat te doen, moet ik natuurlijk wel iets over de kracht in mijn numeriek model zetten. En dat is namelijk dat de veerkracht. Uh, voldoet aan de wet van hoek. Dus als de uitwijking groter wordt, uh, dan zal de kracht recht evenredig toenemen. Het minnetje is natuurlijk ook belangrijk, want dat zorgt ervoor dat de kracht altijd precies de andere kant op staat dan de uitwijking. Is de uitwijking positief, dan staat de kracht van de veer naar links, de negatieve kant op. Is de uitwijking negatief, dan krijg ik juist een kracht die naar rechts staat. Wat moet ik nu allemaal gaan doen in het model? Eigenlijk is dat vrij standaard als je de vorige filmpjes hebt gekeken. Want ik begin hier met een kracht. En er is maar één kracht, dus dat kan ik vrij snel doen. En als ik de kracht weet, kan ik uitrekenen hoe groot de versnelling is op het voorwerp. En als ik de versnelling weet, dan kan ik de snelheid gaan berekenen. En vanuit de snelheid kan ik de plaats gaan bepalen. En het. Uh, Aparte van deze situatie is natuurlijk dat de plaats weer van invloed is op de grootte van de kracht. Daar zit dus weer die koppeling in. Um, ik heb de, plaats nodig, de, kracht, ik heb de plaats nodig om de nieuwe kracht te kunnen uitrekenen. En omdat kracht en versnelling de afgeleide zijn van de snelheid en de snelheid de afgeleide is van de plaats, heb ik hier dus een link tussen de plaats en de tweede afgeleide van de plaats. We gaan eens even kijken hoe het model eruit ziet. Als je denkt: Ik wil het uh, model even rustig gaan bekijken, dan zet je het filmpje stil en dan ga je zelf van boven naar beneden het model als het ware lezen. Nog eventjes op die link tussen de plaats en de kracht, omdat de kracht en de versnelling de tweede afgeleide zijn van de plaats, uh, hebben we het hier over een tweede-orde systeem. Nou, wat ik nu met jullie wil gaan doen, is gaan kijken. Hoe dit er nou uitziet in een daadwerkelijk programma, waarmee je ook numerieke modellen kunt laten draaien. Ik heb hier het tekstmodel ingevoerd in een programma om hem te laten draaien. En je ziet aan de rechterkant dat ik daar de startwaarde heb ingevuld, die ik net ook heb laten zien. En aan de linkerkant zie je de modelregels staan. Nou, wat ik nu ga doen is het model laten draaien door op run te drukken. Maar misschien vraag je je af: goh, hij heeft helemaal nog geen stopconditie gebruikt. Eh, dat moet toch altijd? En, en dat klopt natuurlijk, maar uh, in dit programma zit al eigenlijk een automatische stopconditie ingebouwd. Ik kan hier namelijk uh, linksboven aangeven hoeveel iteraties, hoeveel keer uh, dat hij rond moet lopen. Uh, die kan ik aangeven en ik heb er even duizend van gemaakt. En met een stapgrootte van de, een honderdste seconde houdt dat in dat ik dadelijk een uh, periode van 10 seconden ga bekijken. Waarbij dus mijn massa begint in zijn uiterste stand aan de positieve kant. En uh, nou, we gaan eens kijken. Maar hopelijk gaat de massa een trilling uitvoeren. Nou, laten we kijken. Ik druk even op run. En je ziet dat hij dat razendsnel doet. En inderdaad, dit herkennen we natuurlijk. Dit is precies wat je verwacht wanneer uh, je een kracht hebt die zich uh, uh, verhoudt uh, volgens de wet van Hoek. Je kunt dus uh, hier in de grafiek aflezen wat de trillingstijd is. En uh, je kunt hier nog veel meer dingen mee. Nou, wat een van de dingen. Eigenlijk het belangrijkste is wat je nou heel makkelijk kunt doen als je eenmaal het model hebt: is dat je bijvoorbeeld kunt gaan kijken wat is de invloed van al die grootheden in mijn model op mijn uh, resultaten. Ik kan bijvoorbeeld heel snel kijken wat gebeurt er nou als ik geen massa van 1 kilogram maar een massa van 2 kilogram zou hebben met dezelfde veer. Ja, dan druk ik weer op Run en dan uh, zie je de oude waarde die wordt, wordt nu grijs uh, en de nieuwe waarde wordt uh, de blauwe. Uh, trilling en je kunt dan meteen zien dat uh, er iets gebeurt, niet met de amplitude, maar wel met de trillingstijd.